zijn vandaag in Bazaar. Ik vind het een unieke plaats, ook in de wereld, waar dat je kunst op een hoog niveau kunt bekijken en toch heel eclectisch. Heel waardevol om erin te vertoeven. Ik ben de man van de beweging. Voor mij is in het museum binnenlopen gelijk als naar de bakker gaan. Voor mij is het niet het museum, het leven staat stil en dan gaan we verder met ons leven. Nee, dat is ons leven. Kunst heb je nodig als zuurstof om te kunnen leven. Kunst moet niks, maar het moet wel voer zijn voor je hersenen. En doordat je de mensheid die altijd leeft op de spanning tussen het wild blijven en het gedomesticeerd worden, is het bijna automatisch een kritiek op de maatschappij. Kijk maar naar Ligier, de struggle van de mens en machine, al in die tijd. Als ik naar een kunstwerk kijk, is dat met een enorme snelheid. Het is fotografisch. Ik ben zelf een dyslect bijvoorbeeld, waardoor dat ik een enorm eagle eye heb ontwikkeld. Ik kijk naar een werk en word getroffen door zowel de liefde als de angst. Omdat dat nu eenmaal twee factoren zijn, componenten zijn die met elkaar spelen. En ik voel dat conflict van de liefde en de angst totdat ik het in mij genomen heb en aanvaard heb. En dat is de analyse die ik pleeg op een werk, omdat ik het werk beschouw als kennis. En ik probeer die kennis mij eigen te maken. Kunst zit vol emotie. Ik kan begrijpen dat mensen beginnen te huilen, te lachen en stil worden. En ik denk dat je die emotie zeker niet mocht uitschakelen in die ruimte. Ik wil nooit de publieke ruimte opeisen voor mezelf. Ik denk dat een kunstwerk meer kracht krijgt doordat het meer bezocht gaat worden. En waardoor dat je ook zelf je eigen plaatsje moet creëren om naar het werk te kunnen kijken.